Goedemorgen, guys. Echt een super slechte ochtend. Ik heb vandaag echt een leuke afspraak. Tenminste, ik heb een leuke date met mijn vriendinnen. Maar ik ben mijn vlogcamera vergeten. Maar die ben ik helemaal niet vergeten. Die is hier gewoon. Alleen, mijn batterij is helemaal leeg. Ik kan gewoon geen één woord zeggen. En hij viel gewoon gelijk uit. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En ik heb vandaag... ik heb even besloten om met mijn mobiel verder te vloggen. Want ik wil toch graag vloggen vandaag. Het sneeuwt trouwens buiten echt zo cute. Ik vind sneeuw met kerst altijd super. Ik word er echt helemaal vrolijk van. Ik vind ook echt dat het erbij hoort. Het moet met kerst sneeuwen gewoon. Met oud en nieuw moet het weer weg zijn. Ik ben nu trouwens onderweg naar Honey en Marink. En wij gaan samen vandaag naar mama Kelly. En dat is eigenlijk nog voor mijn verjaardag. Dus ik word vandaag getrakteerd door hun voor mijn verjaardag. Dus ik heb er echt zin in. Even kijken, hon. Ja, doei. Ik ga stuk. Nou, ik heb vandaag dus de glitterbroek mee van Come Get Fashion voor Honey. Want die wil ze heel graag aandoen. Hoi, hon. Hey, hallo. Gaan we gelijk door dan? We gaan gelijk door. Dan zijn we bij een parkeerplek en ik heb besloten om even snel koffie te halen, want het gaat niet echt goed, hè? Nee, het gaat niet goed, ja. Ik heb echt een pechdag. Ten eerste, ik had mijn wekker verkeerd gezet, waardoor ik eigenlijk veel te laat bij Honey was. En eigenlijk zouden we nog met Marinke, ook nog ophalen en dan samen naar Amsterdam rijden, maar dat is niet doorgegaan. Dus wij gaan nu met twee auto's. Wat had ik nog meer? Oh ja, mijn camera had ik dus mee, mijn vlogcamera. En ik begon met vloggen en hij viel gewoon uit. Mijn batterij is leeg. Ik kwam bij het tankstation, want mijn auto opeens niet meer starten. Nou ja, ik heb hem eigenlijk verkeerd uitgedaan, hè. Ik heb hem, toen ik het uit had gezet, het hele systeem, had ik hem niet op P gezet. En toen wou hij opeens niet meer starten. Toen kreeg ik stress en nu wil ik koffie. En... Haal koffie voor jezelf. Honey is me nu al zat. Is mijn nieuw, want ik ben vandaag heel erg prikkelbaar. Dan moet je echt oppassen voor mij. Wauw. Het is hier wel lekker warm. Ja. Kerstdingen en zo. Ja. Dat is aangekomen bij mama Kelly. Mijn video's aan het maken. Het ziet er echt heel erg cute uit hier. Alles is roze, zelfs menukaart. Het is menukaart. Echt super cute. Alles is gewoon echt roze. Pink zegt dat hier beneden dus ook nog een zaal, zei je toch? Ja, en jullie zaal is helemaal panterprint. Oh, daar wil ik echt graag heen. Maar die kan je dus huren of zo. Ik wil daar echt een foto maken als het kan. Kijk, dit is dus de plek waar iedereen hier een foto maakt. Echt cute. Het ziet er echt zo gezellig uit, want het is allemaal versierd met kerstversiering. Versierd met kerstversiering. Nou jongens, toch Nederlands. Echt cute. Ik ga straks echt allemaal foto's maken hier. Mooi, ja. Ik zit te twijfelen tussen een pulled chicken salad met gegrilde mais en zoetzure rode kool. En deze klinkt ook echt super lekker. Crispy sea bass sandwich met avocado, komkommer en zachte kappertjes mayonaise. I don't know. Ik heb een lekkere cappuccino besteld. Spa blauw. Een café latte. En Marinkje heeft een gewone koffie. Is voor mij? Dankjewel. Een chicken sandwich. Oh, ik had nog wel om avocado erbij gevraagd. Dus het is gewoon chicken sandwich, ja? Toch? Ja, en kip erbij. Super. Oh, ik heb mijn salade met avocado. Het ziet er echt super goed uit. Zo, ik ben inmiddels net thuis. Ik heb gelijk batterij in mijn camera gedaan. Zodat ik kan vloggen, want het telefoon is echt niet te doen. Oh, ik ben helemaal kapot. Helemaal kapot. Ik voel me eigenlijk een beetje misselijk na het doen bij mama Kelly. Misschien een beetje overdreven, maar ik vond het echt oprecht niet zo heel erg lekker. Ik heb wel echt heel mooie foto's gemaakt, maar daar blijft het echt bij. Ik snap wel dat mensen erheen gaan en zo, want ja, de sfeer is daar gewoon echt gezellig en zo. Maar om daar te gaan eten,
Nee, niet echt. Het is voor mij tenminste niet voor herhaling vatbaar. Toen zijn we voor een verjaardag of zo daarheen gegaan. Dan vind ik het wel leuk. Want ik zag ook echt mensen die daar de verjaardag vierden. En dan vind ik het best wel leuk, maar nee. Echt kapot. En het liefst ga ik nu echt slapen. Ik ben de laatste tijd ook echt van de middagdutjes. En dat heen en weer rijden naar Amsterdam maakt je ook echt gewoon super moe, man. Maar ik denk, ik ga niet slapen. Ik blijf gewoon even lekker wakker. Wat ben jij aan het doen dan? Nira! Nira! Hi baby! Hi! Ja, wat wil ik doen? Het is vandaag zondag, dus overal wel een beetje druk. Dus ga ik gewoon even de stad in of zo. Oh, ik moet eigenlijk nog kleren terugbrengen naar de Zara. Zal ik het nu doen? Het zal fucking lange rij staan. Ik heb er helemaal geen zin in. Maar ik moest eigenlijk langs de Issy Paris. Nee, ik ben echt heel erg kapot. Ik ga gewoon mijn pyjama aandoen. En ik ga echt even een... Al is het maar een half uurtje gewoon even pitten gewoon. Ik kan echt niet meer. Mijn ogen doen gewoon pijn. Een ander gezicht zo. Not normal. Ik ben echt heel erg moe en ik wil echt, echt, echt slapen. Maar ik wil op een of andere manier gewoon niet toegeven en ik blijf gewoon wakker. Ik ga nu denk ik even heet water drinken met citroensap. Want dat is wat ik de laatste tijd heel veel drink. Ik vind het echt lekker. Vroeger vond ik het echt heel goor. Maar tegenwoordig vind ik echt heel veel dingen lekker die ik eigenlijk eerst niet dronk. Dus daar ben ik ook wel blij mee. Oké, uiteindelijk... toch lekker een dutje gedaan. Volgens mij eigenlijk letterlijk een uurtje of zo. Ik ben net wakker. Ik heb gelijk even een bestelling gedaan bij Thuisbezorgd. Want ik heb helemaal geen zin om te koken vandaag. Gewoon lekker op de bank liggen. Niks doen. Lekker eten. Drinken. Ja, dat is het. Ik ben gewoon kapot. Echt, dat is toch zo stom. Ik ben gewoon kapot omdat ik naar Amsterdam ben gegaan. Maar ik heb dus op Thuisbezorgd heb ik twee salades besteld. Eén tabbouleh, ik weet niet of jullie het kennen. Er zit een beetje borrel in. En heel veel peterselie, tomaat, ui, citroen, noem maar op. En als tweede salade heb ik tarator. Ik weet niet eens hoe ik het moet beschrijven. En als warm eten erbij heb ik kroeze besteld. Het zijn trouwens allemaal Arabische gerechten. En dat is eigenlijk lam in tomatensaus. Met lekkere kruiden. En dan krijg ik daar of bonen of bamje erbij. Dus dat is eigenlijk mijn avondeten voor vandaag. Lekker gezond. En ik ga er gewoon water bij drinken. Ik ga nog even lekker op de bank liggen. Ik ga denk ik een heel leuke kerstfilm uitzoeken. En dat ga ik vandaag lekker in mijn eentje kijken met mijn katjes. Hi Lira. Ik ga straks na het eten voor jullie ook even mijn pakketjes nog uitpakken die ik de vorige keer aan jullie wou laten zien. Van Kylie Cosmetics. En ik had nog haarproducten besteld. En ik had nog haarproducten binnengekregen die ik had besteld. Laat ik ook even allemaal aan jullie laten zien. Even kijken wanneer komt mijn bestelling. Zo, 45 minuten duurt het nog tot ze komen. Het is wel een beetje lang, hè? Ik ga straks na het eten voor jullie ook even mijn pakketjes nog uitpakken die ik de vorige keer aan jullie wou laten zien. Van Kylie Cosmetics. En ik had nog haarproducten besteld. En ik had nog haarproducten binnengekregen die ik had besteld. Laat ik ook even allemaal aan jullie laten zien. Even kijken wanneer komt mijn bestelling. Zo, 45 minuten duurt het nog tot ze komen. Het is wel een beetje lang, hè? Even kijken wat ik nog meer wil zeggen. Ik had dus make-up besteld bij Kim Kardashian een maand geleden. En ik heb dus de PostNL app en ik ging even kijken wat mijn pakketje was. En die zei dus dat nu dat het bezorgd is op donderdag 13 december. Nou, het is nu 15 december en ik heb precies niks gekregen. Die PostNL app klopt tegenwoordig echt voor geen meter na Black Friday. En met Sinterklaas en kerst en zo. Die crasht gewoon, want ik heb echt gewoon geen pakket gekregen en ik heb helemaal niks in mijn brievenbus. Ik weet niet of ik nou moet wachten of dat ik ze even moet bellen. Daarnaast heb ik van Pearl, ik krijg maandelijks lenzen van Pearl, heb ik dus een opgedroogde lens toegestuurd gekregen. Dus ik belde ze net van ja, ik heb een opgedroogde lens gekregen, dus ik heb alleen één lens nu.
Zegt ze, ja, wil je even een foto maken van de lens? Maar ja, ik ging vanochtend mijn lenzen in doen. Eentje was opgedroogd, gewoon echt hard. Dus ik heb hem weggegooid in de prullenbak. Zegt ze, ja, maar ja, we hebben wel een foto nodig. Ik moet hem waarschijnlijk zo uit de prullenbak halen om te bewijzen dat mijn lens kapot was. Sorry hoor. Zo, mijn bestelling is binnen. Ze waren echt op tijd met bezorgen. Want eigenlijk stond het ze pas over een kwartier zouden bezorgen. Maar ze zijn op tijd. Goede service dus. Even kijken. Dit is dus wat je krijgt als je mijn bestelling doet. Ik heb dus twee salades besteld. Tarator en tabula. En ik heb cozy besteld. En dat is dus deze lam in tomatensaus. En dan krijg je meestal boontjes erbij of bamja. Ik heb vandaag bonen erbij gekregen. En je krijgt altijd rijst erbij. En deze overheerlijke brood die ik ook niet mag. Dus deze twee. Ik wil jullie even laten zien wat je eigenlijk allemaal krijgt. Maar dit is dus wat ik ga eten. Ik heb er echt heel veel zin in. Zo, hoe lekker ziet mijn eten eruit. Ik ga trouwens nu beginnen met deze film te kijken. En hij heet Christmas with a View. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik voel me toch echt best wel beroerd. Ik denk dat ik gewoon opnieuw zo ziek aan het worden ben. Dus wat ik nu ga doen, ik ga even lekker snel een douche nemen en mijn kat is te vechten. Wow! World Star! Hey! Nee, 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 dat gaan we niet doen! Stop! Oh mijn god! Stop! Stop! Heb jij een bloem gejat? Heb jij een bloem gejat? Heb jij dit gedaan? Kijk, ze weet nu dat ze fout zit. Heb jij dit gedaan, Dinar? Heb jij dit gedaan? Heb jij dit gedaan? Ik ben boos, hè? In ieder geval, ik ga even snel douchen, heb ik besloten. En daarna ga ik gewoon eigenlijk mijn bed induiken. Dat lijkt mij het beste om even te doen. Gewoon even lekker uitrusten, je lichaam laten rusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Waarschijnlijk ga ik deze vlog aan de vlog van morgen plakken. Dus tot morgen. Ik hoop dat je deze vlog een beetje leuk vindt. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!